Vandaag is dag 5 van Midzomergrachtfestival. Vanavond is er een workshop over non-monogamie. Daar mogen we helaas niet filmen, maar we hebben wel een gesprek met Roos. Zij geeft de workshop. Nou vraag je me allereerst af, wat is non-monogamie? Non-monogamie is eigenlijk iets heel breeds. Het heeft te maken met het tegenovergestelde van monogamie. Monogamie is dat je één partner hebt, of in ieder geval één partner tegelijk. En non-monogamie betekent het tegenovergestelde van dat. Wanneer ik nadenk over non-monogamie, dan gaat het over open relaties, over swingen en over polyamorie. Kussenslopen worden dus alleen maar per 2 verkocht en nooit per 3. Dat is echt een heel groot probleem. En croissantjes in de supermarkt komen ook per 2. Nee, maar even zonder grappen. Wat een probleem is, dezelfde verwachtingen hebben. En ik denk dat je daar alleen maar, daar kun je eigenlijk alleen maar uitkomen met heel veel communiceren, heel veel praten. Daar word je soms best wel een beetje moe van. En heb jij een relatie? Ja, ik heb een relatie met een meisje. En is dat een monogame relatie? Nee. Ik denk dat bijna iedereen met veel mensen naar bed gaat, alleen dan heet het scharrelen. En ik ga niet met extreem veel mensen naar bed. En ik heb geen one night stands, het is me nog nooit overkomen. Maar mij vinden ze een slet. Dus omdat ik ervoor uitkom en dat ik eerlijk zeg, ja, ik ga niet monogaam leven, ben ik een slet. Op het moment dat iemand zegt, ja, maar ik ben eigenlijk op zoek naar de ware, dan slet iemand niet. Niet meer. Veel dingen zijn gemaakt om met z'n tweeën te doen, maar kun je ze ook met meerdere mensen doen? And ik vind het wel een beetje eng hoor. And sluiten we ook vandaag weer af met de stelling. Liefde hoort tussen 2 mensen te zijn en niet tussen 3 of meer. Vertel ons wat jij vindt. Tweet mee met de hashtag of laat je bericht achter op YouTube. Tot morgen! Volgens mij kan liefde gewoon tussen zoveel mogelijk mensen zijn. Hoe meer er zijn, hoe meer plezier. 5 wielen aan de wagen is altijd nog veiliger dan 4, vind ik. Zelf heb ik dat niet gehad, maar ik ben natuurlijk ouder. In die tijd was dat niet zo gewoon, maar nu probeer ik wel met mijn tijd mee te gaan. Iedereen heeft het recht om zelf te weten met hoeveel mensen die een relatie heeft. Maar ik zelf persoonlijk vind een relatie tussen 2 mensen het mooist.